Jarno hier met een nieuwe vlog. Dit verwacht je misschien niet helemaal, maar ik sta weer aan boord van een schip. En bij mij staat Gerry van de Meijden van Total. Gerry, waarom staan we weer aan boord? Daar moet een reden voor zijn. Ja, dat klopt. De metingen die we in juli uitgevoerd hebben, zijn goed uitgevoerd. Ja. Alleen we hebben toch geleerd dat we een aantal dingen beter kunnen doen. En met name het experiment waar de kern zou zijn, het tracergas, dus het gas wat we loslaat om de metingen te kunnen controleren, ja, die zijn niet helemaal optimaal verlopen. Oké. En weet je wat de reden daarvoor is? Ja, een van de belangrijkste redenen kun je nu om je heen zien. We hadden te stabiel weer, te mooi weer en daardoor was het gas ingevangen in een inversielaag, zoals het mooi heet, en kwam niet naar beneden. We hebben het er een aantal keer over gehad van de zomer. Het was super mooi weer, ja, er stond nauwelijks wind, het was zo plat als een dubbeltje. Ja, en dat is dus wat je nou niet echt wil. Je wilt toch dat het gas mooi door de wind meegenomen wordt, samen met het methaangas. En dat het dan gewoon gecontroleerd onder stukken waait. Ja, oké, het weer kan te mooi zijn. Precies, helaas. Is dat de enige oorzaak? Nee. We hebben ook nog een aantal zaken geleerd van we kunnen het tracergas slimmer injecteren. We hebben het de vorige keer in de ventpijpen, dat zijn hele grote schoorstenen, zeg maar. Ja, die lange pijpen die erop zijn, Dat zijn hele grote pijpen die waar het gas heel langzaam erheen stroomt. En dat was zo langzaam en er zit zoveel volume in, dat het ventgas eigenlijk niet gecontroleerd meer uit de pijp komt. Okay. De pijp gaat zich langzaam opvullen met dat gas, terwijl wij eigenlijk willen is met een klein slangetje een permanente stroom hebben waar we weten, kijk, zoveel komt er per seconde uit en dan kan ik hier terugmeten, zoveel krijg je per seconde terug. Oké, nu zijn we dus terug, gaan we het op een andere manier doen, want we gaan niet dezelfde fout nog een keer maken. Precies, en wat we nu doen is meer gas bij ons, dus dat wordt in de container omhoog gegeven. Ja. Vroeger brachten we het erin toegebracht en hebben we alles in elkaar gezet op het platform. Oké, dus het gas staat nu bij ons aan boord. Ja. En niet meer al op het platform. Precies. Maar het moet zo meteen wel naar het platform. Ja, en dat wordt daar gewoon omhoog gegeven. We hebben het in een container zitten. En dat wordt gewoon een standaard container die men gewoon gewend is omhoog te hijsen. Het wordt op het platform omhoog gegeven. Daar hebben we ook nog een lange slang bij gedaan, die ook nog omhoog gegeven wordt. En via die slang die kun je aansluiten op de slang en de gascilinders in de container. En dan kan het gas, als je die slang omhoog brengt, dan kun jij simuleren, nadoen, alsof je de hoge ventpijp hebt die wij hebben. En dus dan volgt het gas, het tracergas, toch weer dezelfde weg als het methaangas wat naar buiten komt. Ja. Zonder dat wij die hele pijp hoeven te vullen. Ja, inderdaad. En we kunnen die slang ook beneden op het dek laten liggen. En dan simuleren wij het gas wat door diffusie-emissies, een puffje hier, een puffje daar, kunnen wij meten toch hoe die gasstromen zich vanaf het platform naar buiten komen. Oké, dus je hebt eigenlijk twee varianten zometeen in zoek wat we hier hebben. We hebben een hoge emissiebron, simuleren wij, dit is echt de hoge schoorsteen, waar de hoofdbron is, en gewoon op het platform zelf als een geheel, een lage punt. Oké. Varen we dezelfde route als de vorige keer? Komen we langs dezelfde platforms of zit daar ook variatie in? Nee, het is een andere route. We hebben een ander schip, het is een zusterschip. We zitten nu op de Vos Beest. Vorig jaar hadden we de Pool Express. Het is exact dezelfde boot, je zult geen verschil kunnen vinden. En wat we nu doen is, we hebben een aantal platforms geselecteerd waarvan we wisten dat er emissies zijn. En we hebben dus nu maar 5 platforms. En omdat het tracergas-experiment meer tijd kost, hebben we gewoon wat minder platformen die wij met deze opzet doen. Maar als wij langs een ander platform varen, dan meten wij nog steeds de methaanemissies, dan varen we er gewoon langs. Als we deze route gaan varen, dan zijn we ook weer een paar dagen onderweg. Dag en nacht door? Of hoe moet ik het zien? Natuurlijk vaak gewoon dag en nacht door, maar de metingen zelf, omdat ze toch wat complexer zijn deze keer, doordat wij gebruik maken van het hijsen. Vanuit de veiligheid gebeurt dat alleen maar tijdens de dagshift. Okay. Dus we kunnen maximaal 2 platformen op een dag doen. De meting duurt ongeveer 4-5 uur. Een paar uur gas op een hoge bron, zodat wij simuleren van de hoge schoorsteen en een paar uur van de lage bron. Zodat wij zoveel mogelijk getallen kunnen verzamelen en zo goed mogelijk terug kunnen rekenen van hoe het gas zich nu verspreidt en hoe wel het emissies werken. Oké, en dan gaan wij, terwijl dat gas losgelaten wordt, weer de zigzag dan zigzaggen wij, zoals we vorige keer. Oh, oké, super. Nou, ik ben heel benieuwd of dit lukt en of het inderdaad resultaten brengt die we graag zouden zien.